Hey allemaal, welkom weer bij mijn nieuwe Vrij Me video. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Ik hoop dat je deze video kijkt in gezondheid. Dat het goed met je gaat en ja, dat vooral. Het is natuurlijk een hele gekke tijd. Vorige week heb ik ook geen Vrij Me video gemaakt. Deze week wilde ik er wel graag weer een maken. Afgelopen zaterdag had ik een groot interview in Trouw. Dat ging niet specifiek over het corona-verhaal, want het interview was al weken daarvoor gedaan. Er is wel natuurlijk een kop boven gekomen van de kroeg is toch dicht, dus stop nu met alcohol. Beetje heftig, maar goed, zo hoort dat in de media. En het heeft weer veel losgemaakt, veel reacties, veel mensen die dat toch moeilijk vinden. En dat weet ik ook, wat ik ook altijd zeg, hè. Alcohol is onze nationale teddybeer. Daar mag je niet aankomen, daar mag je niet naar wijzen, daar mag je niet over zeggen van zet hem eens opzij bijvoorbeeld. En ik heb daar ook in willen benadrukken, en dat doe ik ook steeds in alles wat ik doe, dat het nu juist zo belangrijk is, en ik vind het jammer dat daar weinig aandacht aan wordt besteed, om heel goed voor jezelf te zorgen. Voor je weerstand, voor je gezondheid, voor je immuunsysteem. Goed slapen, goed eten, groente en fruit eten, zaden, noten, pitten, zelf koken. Hopelijk heb je er de tijd voor. Haal verse dingen bij misschien kleine lokale winkeltjes. Goed idee. Zorg dat je goed slaapt, maar drink geen alcohol. En ik weet dat mensen dat niet leuk vinden, maar het is nu zo belangrijk om helder en fit en gezond te zijn. Om te kunnen zorgen voor jezelf en voor de mensen in je gezin. En misschien nog op afstand voor de mensen om je heen. Dat wil ik je deze week meegeven. En ik snap heel erg goed dat mensen op dit moment en jullie, natuurlijk iedereen, bezig is met andere dingen dan heel erg duiken in een alcoholvrij leven. Ik wil nog wel even laten weten dat mocht je struggelen, mocht je erover nadenken en denken, ja, Jacqueline, makkelijk gezegd, even stoppen met alcohol, maar ik heb hier hulp bij nodig. Meld je gerust aan voor mijn online programma's op de site ontwijnen.nl. Kun je alles vinden. Er is nu ook een 10-daags gratis programma Ik Ontwijn, waar je zo in kan stappen. En waarna je ook nog een enorme korting krijgt op mijn 90-dagen programma. Daar hoef je de deur niet voor uit. Kun je allemaal thuis, online. Zorg ervoor dat je kritisch naar je relatie met alcohol gaat kijken. En ik denk dat we in deze periode heel veel dingen veel kritischer gaan bekijken. En dat dat misschien wel een goede ontwikkeling is om sommige dingen eens onder de loep te nemen. Ik wens je veel wijsheid, veel gezondheid en tot volgende week.